Ik ben Petra Snijders en ik zit sinds 10 jaar in de rolstoel omdat ik een dwarslezing heb. Ik ben Marije Vos, een van de 3 revalidatieartsen die op gespecialiseerde afdeling dwarslezing in de Maartskliniek werkt. Peter, kun je vertellen wat het met je doet als je een dwarslezing krijgt? Er gebeurt eigenlijk heel erg veel. Van het ene op het andere moment kon ik ineens niks meer voelen in mijn benen. Ik kon ook niet meer lopen. Ik had geen controle over mijn darmen en mijn blaas. En dat vond ik heel beangstigend. En ik had heel veel vragen over alles wat er in mijn lichaam gebeurde. En ook over de toekomst. En alles wat eigenlijk zeker was in mijn leven, dat was ineens onzeker geworden. Na een dwarslesie ontstaat er een beschadiging van het ruggenmerg, waardoor de aansturing vanuit de hersenen naar de benen en de armen verstoord raakt. En je verlammingsverschijnselen kan krijgen of problemen van controle over de blaas en de darmen. En in de vroege fase worden mensen opgevangen in het ziekenhuis. En daarna is het belangrijk dat al vroeg een revalidatiearts wordt betrokken om een plan te maken voor de verdere revalidatie na een dwarslesie. Kun je iets vertellen over de revalidatie na een dwarslesie? Revalidatie na een dwarslesie gebeurt bij voorkeur in een gespecialiseerd centrum rondom dwarslesie. En dat doen we samen met dwarslesieartsen, maar ook met een heel team. Bestaande uit fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog. Niet alleen gericht op herstel van kracht en functies, maar ook om de beperkingen zo klein mogelijk te krijgen. Kun je lopen na een dwarslesie? Toen ik werd opgenomen in het revalidatiecentrum, dacht ik voortdurend aan lopen. Ik wilde ontzettend graag leren lopen. Ja, het is herkenbaar, want lopen na een dwarslesie is ook een van de meest gestelde vragen die ik als revalidatiearts krijg. En of je weer kunt gaan lopen, hangt af van de hoogte van de dwarslesie, maar ook of die compleet of incompleet is. Voor mensen met een incomplete lesie kunnen we in de Maartskliniek in het loopexpertise diagnostiek en behandeling doen. En kunnen we bijvoorbeeld gebruik maken van de Locomat, de Zero-G of de Grill. Als je nou een complete dwarslesie hebt, dan heb je eigenlijk geen functie in je benen. En daarvoor hebben we het exoskelet. Dat is een gemotoriseerd pak en daarmee kunnen mensen toch de ervaring van staan en lopen opdoen. Dus in de Maartskliniek kunnen we voor alle mensen met een dwarslesie een bepaalde mate van loopvaardigheid laten ervaren. Hoe zit het met pijn na een dwarslesie? Pijn is een groot probleem. Het komt voor bij meer dan 50% van de mensen met een dwarslesie. En we gaan eerst altijd kijken wat de oorzaak van de pijn is. Als we de oorzaak van de pijn weten, proberen we die weg te nemen. En als dat niet gaat, proberen we bijvoorbeeld met medicijnen of met het team en de psycholoog te leren om zo goed mogelijk met de pijn om te gaan. Kun je iets vertellen over seksualiteit na een dwarslesie? Seksualiteit is natuurlijk een belangrijk onderdeel van het leven en dus ook voor mensen met een dwarslesie. Eigenlijk zijn er verschillende domeinen waar de seksualiteit op gestoord kan zijn. Het eerste domein is de beschadiging van de zenuwen zelf, waardoor functies uitvallen, zodat bijvoorbeeld een man geen erectie meer kan krijgen. Daarnaast zijn er de gevolgen van de dwarslesie die het hebben van seks bemoeilijken, zoals bijvoorbeeld incontinentie of spasticiteit. En daarnaast verandert de relatie ook doordat je een dwarslesie hebt. Aan deze 3 domeinen proberen wij binnen het revalidatieproces als team aandacht te geven, zodat seksualiteit weer een belangrijk onderdeel kan worden na het revalidatieproces voor alle mensen met een dwarslesie. Kun je iets vertellen over de dwarslesiedagbehandeling? Ja, we kiezen vaak voor een dwarslesie dagbehandeling wanneer dat verpleging en verzorging in het centrum eigenlijk niet meer nodig is. De behandeling ziet er eigenlijk hetzelfde uit. We werken nog steeds met doelen in een multidisciplinair team en wij hebben ook regelmatig een overleg en evaluatie daarover. Ja, op een gegeven moment mocht ik 3 dagen per week naar dagbehandeling en toen voelde ik me hier eigenlijk heel handig en ik kon overal heel hard rijden, alle deuren gingen voor me open. Maar thuis was het toch wel lastig. En alle problemen waar ik tegenaan liep thuis, werd hier in dagbehandeling wel gelijk aangepakt. En op een gegeven moment was ik zover dat ik volledig weer naar huis kon. Kun je wat vertellen over de darmproblemen bij een dwarslesie? Ja, de meeste mensen die een dwarslesie hebben, hebben problemen met het leegmaken van hun blaas en van hun darm. Op het eerste oog valt het niet direct op, maar het heeft wel een hele grote impact op je dagelijkse leven en op je sociale leven.
Het doel tijdens de revalidatie is om eerst inzicht te krijgen in welke problemen er spelen. Dus we doen heel vaak een blaasonderzoek. Soms hebben we hulpmiddelen of medicatie die we inzetten om maximaal zelfstandig te kunnen functioneren hiermee. We hebben ook een verpleegkundig specialiste die er heel veel vanaf weet. Wat betekent een dwarslesie eigenlijk voor het dagelijks leven? Een dwarslesie is eigenlijk een blijvend iets, het gaat niet weg. Dus de meeste mensen genezen niet van een dwarslesie. En dat heeft dus grote gevolgen voor je dagelijkse functioneren thuis. Naast de aandacht die wij geven aan de lichamelijke punten die we willen verbeteren, hebben we dus ook aandacht voor hoe ga je om met de dwarslesie. Je acceptatie, wat betekent het voor straks weer thuis functioneren voor jouw gezin? En willen we je ook voorbereiden op het weer terugkeren naar de maatschappij, het participeren? Ik ben eigenlijk met vallen en opstaan steeds meer gewend geraakt aan de dwarslesie. Dat heeft even geduurd. Ik heb een andere baan gekregen. Weer andere sporten. Want je kan niet meer met je benen fietsen. Dus nu fiets ik met mijn armen. En dat is allemaal weer in een balans gekomen. En ik ben eigenlijk nu net zo gelukkig als ik was voordat ik een dwarslesie had. En de afgelopen jaren heb ik dus geleerd dat geluk niet in je benen zit. Maar dat het ergens tussen je oren zit.